mooie is dat slachtofferschap is in feite een machtspositie. In feite, we noemen dat heimelijke macht. Je bent macht aan het... In feite ben je aan het manipuleren. Dat is wat slachtoffers doen. En je manipuleert met schuld. Als ik een slachtoffer ben, dan moet er iemand anders schuldig zijn. En die moet daar ook onder lijden. Dat is het idee. En dat is de macht van een slachtoffer. Mm-hmm. En ik heb laatst zo'n akkefietje gehad. Dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden. En dan merk ik hoe makkelijk het is dat ik in datzelfde veld stap van die ander moet nu iets doen. En dat het gewoon een dag kostte bij mij om vanuit mezelf uit te reiken en een opening te maken voor een eerste gesprek over het onderwerp. En daarin, door dat uitreiken, ben jij weer bij jezelf verbonden en ook heb je weer de macht. Heb ik de leiding. Precies. Ja, ja, in zo'n geval vind ik macht een beetje een beladen woord. Oké, dat snap ik, ja. Dus ik heb dan de voorkeur voor weer in mijn eigen kracht gaan staan. Ja, dat bedoel ik ook. Ja? Ja. Want macht heeft ook een negatieve connotatie vaak bij mensen. En dat hoeft helemaal niet, maar het hangt er wel aan. Ja. Maar ik ben bij machten. Om? Om mijn eigen initiatieven te nemen en uit te reiken naar die ander. Dat is een keus die je kan maken. Yes. En dat is wat ik zo vaak mensen zie en hoor vergeten. Dat ze te allen tijden een keuze hebben. Jij hebt altijd een keuze, ik ook. Alleen, we willen niet altijd met die consequenties van die keuze leven. Dat is wat anders. Want wie de keus maakt, is ook weer verantwoordelijk. Ja. Dus als het misgaat, dan ben jij de schuldige weer. Ja, dat kun je niet wijzen. Dat kun je niet wijzen. Nee, dan wijst het allemaal terug. Ja. Het ego kan namelijk geen onderscheid maken tussen verantwoordelijkheid en schuldigheid. Als je verantwoordelijk bent en er gaat iets mis, dan ben je dus ook schuldig. En zo werkt het ego. Hè? En we hebben net al geconstateerd, schuld bestaat niet. Fouten zijn er niet. We maken hooguit een vergissing omdat we aan het leren zijn. Ja. We zijn een gelukkige leerling die fouten kan maken. En dat maakt niet uit, want je bent aan het leren. Nou, zo zijn we altijd aan het leren en maken we altijd fouten. En dat is helemaal prima. En we zijn niet schuldig omdat we aan het leren zijn. En ik probeer dan ook nog altijd het woord fouten te voorkomen in mijn tekst. En dat bedoelde ik niet als een correctie naar wat je nu zegt. Maar wel probeer ik mensen zich van bewust te maken dat ze in hun denken en in hun woordgebruik het woord fout ook kunnen overslaan. Ja. Omdat er zoveel energie aan hangt die ze eigenlijk niet willen. Ja. Maar het mooie is wat de cursus doet, die gebruikt dat woord juist om het te corrigeren. En dan komt het uiteindelijk bij vergissingen. Vergissing is een heel mooi, open en neutraal woord. Iedereen vergist zich, dat is prima. Maar je bent niet schuldig omdat je je vergist. Ik doe me altijd denken aan de liefdevolle ouder die van een kind de vergissing kan zien en het kind in liefde overeind houdt. Waarbij als het om fouten gaat, dan gebeurt er vaak wat anders. Want dan moet er gestraft worden. Ja, een fout moet bestraft worden. Dat is ook precies volgens het programma van het ego. Ja, en daar laat ook geweldloze communicatie zich heel helder over uit. Die zegt straffen en belonen, dat is hetzelfde eitje. Dat klopt. Er zit alleen maar geweld in. Ja. Dus als ik jou vertel hoe geweldig je bent in je vak, dan beloon ik je als het ware. Mm-hmm. En er zit dus een geweld in, omdat ik in feite een oordeel over je uitspreek. Dus volgens jou, Jan, zijn positieve oordelen ook geweld? Er bestaan geen positieve oordelen. Juist, dat wil ik even dat je dat zei. Er zijn alleen maar oordelen. Ja. Weet je, en als ik mijn waardering wil uitspreken voor iemand, dan heb ik er een voorkeur voor om die mens te vertellen wat hij gedaan heeft om één of meer van mijn behoeften in te vullen en die dan ook met name te noemen. Dus als ik tegen jou zeg hoe blij ik ben dat je met je laatste voordracht mij een aantal inzichten hebt gegeven waardoor ik heb kunnen leren en groeien, dank je wel daarvoor. Mm-hmm.
dan klinkt het anders. Van, wat een geweldige vent ben jij. Wat een mooie tekst had jij. Ja, nee, want daar ligt je zolder van vol, neem ik aan. Ja, ik krijg alle kaartjes en briefjes van. Ja, jij ook waarschijnlijk ook. Ja. Ja. Hoe vertaalt zich dat naar geweldloze communicatie? Nou, daarin gaan we ervan uit dat onze behoeften de diepste laag zijn van waaruit we doen wat we doen. Mm-hmm. In feite zorgt dat voor elke actie die ik doe. En als jij vertelt dat mijn acties dat hele diepe niveau, dat behoefteniveau van jou heeft vervuld, dan vervult het mij vanzelf met plezier en dankbaarheid. Want daar heb ik het eigenlijk voor gedaan, al deed ik het niet bewust. Ja. Dus als jij beaamt in je dankbaarheid, je hebt mijn behoefte aan leren en groeien ingevuld. Geweldig. Dat is het maximum wat ik had kunnen doen. Ja, en als je dan naar de cursus kijkt, hoe ziet het er dan uit? Dat geven en ontvangen in waarheid één zijn. Daar moet ik altijd aan denken. En dat het gewoon één is. He, dus geven en ontvangen. De ene keer zit je aan de gevende kant, aan de ontvangende kant. Maar dat is geen verschil. Het is eigenlijk allebei hetzelfde. En dan gaat hij nog één stap verder. En dan zegt hij ook nog, pas door te geven, weet je wat je ontvangen hebt. Dus door liefde te geven, weet je pas dat je liefde ontvangen hebt. Anders kon je hem niet geven. Dus het geven aan de ander maakt mij bewust wat ik ontvangen heb. Dat vind ik ongelooflijk. Mm-hmm. Vind ik echt een fantastisch stuk in de cursus. Dat hij dat zo duidelijk maakt. Dat het één is en dat er geen verschil is. Dat die wederkerigheid er meteen in zit. En dat je pas door te geven weet dat je de liefde ook in je hebt. Door de liefde te geven weet je, oh, die had ik al die tijd in me. Dat was ik vergeten, maar ik ga het geven en dan herinner ik me weer. Het woordje wederkerigheid maakt iets los. Mm-hmm. Want als geven bedoeld is om iets te krijgen, noem ik het geen geven. Mm-hmm. Dan is het een strategie om zelf iets te krijgen. Ja. Dus hoe zit dat dan als je het woord wederkerigheid gebruikt? Wil je daar iets over zeggen? Want dat helpt mij wellicht. Wederkerigheid heeft voor mij mee te maken dat het gelijkwaardig en een evenwicht is. Niet dat je moet gaan afwegen van ik heb jou zoveel gegeven, dus ik wil er zoveel terug. Daar gaat het niet over. Mm-hmm. In wederkerigheid ga je zien dat wat je geeft aan de ander, geef je ook aan jezelf. En omgekeerd ook. Dus daar zit niks tussen. Het is precies hetzelfde. Dan heb ik toch geen wederkerigheid nodig? Als ik mezelf geef door jou te geven, heb ik voor jou toch niks nodig? Nee, Jan, je hebt niks van mij nodig, nee. Ja, dus daarom worstel ik wel eens met het woord wederkerigheid. En ik ben daar niet de enige in, vermoed ik. Ik ben opgevoed met voor wat hoort wat. Ja, dat is de ego-kant van wederkerigheid. Ah, kijk. En nou gaat het hout snijden. Ga eens verder. Ja, als het voor wat hoort wat is, en dat het dus op gouden schaaltjes wordt afgewogen, dat je evenveel krijgt, dat is de ego-manier ervan. Maar de echte wederkerigheid is eigenlijk dat liefde zich alleen maar kan uitbreiden en dat je dat zelf ontvangt en dat je dat geeft. En daar zit niks tussen. Dat kan alleen maar verder gaan. Ik zie liefde altijd als een druppel in een vijver die alleen maar kringen om zich heen werkt en dat gaat eindeloos verder. Dat stopt nooit. Liefde is eeuwig daarin. Maar het ego gaat dat natuurlijk vertalen in zijn wereld. Die zegt, ik ga alleen iets voor jou doen als jij ook iets voor mij doet. Anders gaan we dat niet doen. Zo is dat. Nou, zo zitten we hier opeens samen. Nou, ik heb ze als eerste verteld dat desgevraagd ik altijd gezegd heb, geweldloze communicatie brengen in de politiek is het allerlaatste wat ik aan mijn carrière ooit zou willen doen. En nu ik dus met jullie aan tafel zit, ben ik waarschijnlijk aan het eind van mijn carrière. Want nu hebben we het er wel over. Ja? Zo midden in de ChristenUnie-politiek van Lelystad. En het was een geweldige dag. Ja, want weet je, of het nou politiek is, of het is ijzersmeden, of het is koekjes bakken. Het gaat om mensen. Het is de mens die bepaalt hoe die omgaat met zijn omgeving. En niet de titel, niet de functiebenaming.
Dat zijn etiketten, daar hebben we geen aap aan. Jij bent Fleur en jij bent Willem en ik heet Jan. En daar heb ik mee te maken. De mens die daar is. Met al zijn makkies en al zijn ongemakkies. Dus als je vraagt hoe vertaal je dat naar politiek of naar bedrijfsleven, dan is het eerste wat ik probeer te doen, is om die mens weer in beeld te krijgen. En als ik in een team terechtkom waar gedoe is, dan ga ik kijken van oké, en wat speelt er dan in jou? Wie heeft er gedoe met wie en waar gaat het over? En wat heb jij nodig om een stap te kunnen maken in de richting van die ander? Om weer verbinding te gaan maken. Wat is er niet wat ervoor zorgt dat je daar niet kan komen? Dan gaan we dat onderzoeken. Dan zijn we in feite aan het soul-searchen bij de ene persoon die in het ongemak zit. En dan draag ik dat over naar de andere persoon die in het ongemak zit. En in feite is dat niet anders dan wat we noemen groepsmediation. Doe ik hetzelfde. Groepsmediation is niet mediëren met een groep, want dat kan ook ik niet. Maar ik kan wel één op één, iedere keer één persoon uit de groep begeleiden om zich te uiten in wat voor die persoon op dat moment belangrijk is en hoe zijn behoeften eruit zien en wat hij van wie zou willen krijgen. En daar een verzoek van maken en kijken of de ander bereid is om dat verzoek in te willigen. En dan ga ik naar die andere persoon toe. Dus een groep van 20 personen met een groepsprobleem betekent dat ik 20 mensen individueel benader op dat ene probleempje. En het werkt als een trein. Want een groep is geen ding. Een groep past niet in de kruiwagen, zeg ik dat vanuit mijn NLP-opleiding. Je kunt het niet in de kruiwagen leggen. Maar die ene mens, niet dat ik dat zou willen, maar je kan hem wel in de kruiwagen leggen. Weet je, dit is tastbaar, daar kan ik iets mee. Ik kan niks met een groep. Ik kan wel zorgen dat die verzameling mensen als een groep kan functioneren met een gezamenlijk doel voor ogen. Dat wel. En dan per individu kijken wat houd je tegen om jouw optimale bijdrage aan dat doel in te zetten. Die kleine dingen die zoveel teweeg kunnen brengen in zo'n organisatie. Daar moesten de hele organisatie erbij betrekken. Niet alleen de directeuren, ook de andere mensen. En dat denk ik van fantastisch. Dan gebeurt er echt iets. Hè? Mm-hmm. Nou, dan word ik heel erg gelukkig van als ik dat mag doen. Ja. En jij ook. Dus we gaan het een keer samen doen, Jan. Dan gaan we dit in elkaar vlechten. En dat wordt tijd, Willem. Dat we nog meer moedig vinden om inderdaad de zaken in elkaar te laten vallen. Omdat ik denk ook dat daar 1 en 1 5 kan zijn. Zeker, zeker. Want 3 vind ik zo plat en dat is ook eigenlijk niet voldoende. Nee, het gaat veel verder dan dat. Ja. Maar ook dat kunnen inbrengen in organisaties van de begrippen angst en liefde en hoe die tegenover elkaar staan. En hoe je daar naar kan leren kijken. Hoe je daar kan bijdragen vanuit onze posities om daar zicht op te krijgen, iets van bewustzijn in te creëren. Nou, dat is goud waard. Ja. Dat doe ik het voor, waar ben ik ontroerd van. Ja. Maar dat doe ik het voor.